twee aloude krijgsheren kruisen de degen. Sparta van 1 april 1888 tegen Ajax van 18 maart 1900. Daarna zien we bij elkaar. Ja, wordt het 5-4-1? Wordt het 4-3-3? Het zou allemaal zomaar kunnen. Dat Henderson in ieder geval centraal achterin staat, is duidelijk. Van de Bomen en Mansveld zijn de middenvelders. Ja, en of Gods en Linsson achter Brobby komen te spelen of aan de zijkanten. Dat zal de wedstrijd gaan uitwijzen. Saito. Kijk wat er in de ronde 16 is. Eerst nog te rekenen met Henderson. Dat lukt hem, Saito. Lauwits aan de wacht te verschuren. Verschuren nogmaals. Dan is hij voor Amai. Jordan Henderson. Die weg komt door Mito. Gevangen daar door Mansveld terug naar Henderson. 16 weer in. Brobby. En die knikt hem net naast. En de voorzet van Henderson. Klikt hem goed naar de grond. Hij in ieder geval weer terug op de bank. Kan wat minuten maken, maar niet meer dan ongeveer een half uurtje zou hij kunnen spelen. Bakari. Mito. Mito voor het schot. Mito voor het schot. Geblokt door Van de Bomen. Saito in duel, daar met Hato. Clement gaat neer, geen vrije trap. Oh, geweldige redding ook van Amai. Goede kans voor Verschuren. Lauritsen. Met Verschuren. Clement. Saito tegenover Henderson, balletje naar Verschuren. Verschuren, kappen draaien en scoren! Dit is geen buitenspel. Dan kapt hij daar Kaplan prima uit. En dan schuift hem heel goed binnen. Gods. Bakari verdedigt samen met Metinho. Toch komt hij uit bij Brobby. En is dit Guy en is dit Olij. Gods. Krijgt hem voor en daar is Brobby. Goed geblokt door Olij. Saito. Terug Clement. Het schot daar, voorrichting veranderd en het is 2-0. En Verschuren kijkt achterom, is dit geen buitenspel? En dat zeggen de spelers van Ajax ook, is toch buitenspel? Nou, dat gaan we dan eens even checken. Was het buitenspel of niet? Het is hier dit moment. Ja, het is het buitenspel. Of is het Verschuren hiervoor? Nou, hij Verschuren niet. Verschuren niet. Er staan wel een paar andere buitenspel. Maar Verschuren als voorste man niet. Van de Bomen. Voetzoeker. En wat vindt hij nou? Die uiteindelijk Guy met een schuiver. En daar verras je Nicolai niet mee. De ruimte voor Mito en voor Bakari. Telen daar naartoe. Bakari voor en dan valt hij voor Verschuren bijna nog goed over. Nog meer geluk dan wijsheid. Van de Bomen. Guy. Linsson. En dan het schot van Van de Bomen. Verdedigd door Saito.
om een Bergwijn dus. En Bergwijn krijgt meteen de aanvoerdersband van Henderson. Van de Bomen. Henderson. Hansverk. Van de Bomen. Ato nu ruimte voor de schot. En dan is het Olijn die de bal heeft. Taylor, dit kan. Robbie, nee. Dit zijn dan die momenten, want veel kansen zijn er niet. Ato. Van de Bomen. Guy. Terug Henderson. Bal richting Ekblom. Kan koppen. En dan is het 2-1. En de wissel, Henderson eraf, Tahirovic erop. Deze bal en daar wint Ekblom knap. En lukt wel. En dan de laatste actie van Henderson in deze wedstrijd is de assist op de goal van Ekblom. Henderson naar de kleedkamer. Met dus een assist op zijn naam. Zoeken naar Brobby. Het Veldhuis. En Brobby gaat daar neer. Dat is actie op bij de Johan gaat het Veldhuis. Lijkt inderdaad van hamstring te zijn. Ja, hij moet toch gewisseld worden. Is dit slecht nieuws voor Brobby? Slecht nieuws voor Ajax? Misschien ook wel slecht nieuws voor Ronald. Een uitvaller van Brian Brobby. Van de Bomen. Guy. Ekblom. Bom, en die krijgt de bal nog voor. En dan is het inderdaad weer een gelaten gelijkmaker. Bergwijn. Dit keer niet in de extra tijd, maar in de 88ste minuut. En weer krijgt Sparta dus niet voor elkaar om een voorsprong vast te houden. Akpom, en dan is het Bergwijn strafschop of niet. Hij gaat meer. Dus de buurt vindt van niet. Als Brim dan vast wordt gehouden door Kaplan. En is dat dan een overtreding en rood? Ja, dat is een overtreding en rood. Eerst is er deze actie, is er contact met de Koesman. Het lijkt te weinig. Dus de initiële reactie van Gusbuur kan me voorstellen. En dan zit de wedstrijd erop. 2-2 dus. Twee keer verschuren en naar rust. Ekblom en Bergwijn.